goeiedag. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Wie, wie, familie Lekkap. Aan de titel hebben jullie waarschijnlijk al gezien dat wij vandaag één dag alles gaan eten in de kleur geel. Vandaag is geel de kleur geel, van ons zon. Is het oranje? Ik zit hier te kijken. Deze is echt is heel geel, als, maar die is... Hij is gewoon geel, hij is donkergeel. Hij is zonlicht geel. Weet je wat die mooie is? Ik ben gewoon een zonnetje. Beetje oranje, maar we gaan door. We doen vandaag alsof het geel is, want wij het gaan is geel. Het is geel. Ja. Oké. Maar goed, op dit idee zijn wij gekomen door een van jullie. Een tijdje geleden tipte een van jullie ons in de comments van: kunnen jullie niet een keer één dag alles eten in een bepaalde kleur? Dus wij zijn uitgekomen op de kleur geel. Ik dacht, waarom eigenlijk? Ja, ik dacht, we kiezen de kleur. En als het leuk is, me bevalt, kunnen we een keer een andere kleur ook nog gaan proberen. Oké. Ja, dus wij gaan vandaag voor geel. En even een korte disclaimer vooraf. Deze challenge gaan wij aan voor één dag. De kids, ja. Darren is trouwens op school. Die heeft gewoon zijn gewone eten en drinken meegekregen. Ina heeft ook een tosti. We moeten nog boodschappen doen. Dus ik ga vandaag wel wat geel voedsel erin proberen te krijgen. Bij hun moet denk ik ook wel lukken. Maar ze doen niet volledig mee met. Nee, als zij even wat anders willen eten. Helemaal prima. Dus goed, zoals ik zei, we gaan eerst even boodschappen doen. Op zoek naar geel voedsel. Alles in het teken van geel. Dus we gaan eerst even naar de supermarkt. Zo, de supermarkt. Niet gesponsord, wel toevallig en leuk. Een geel bandje. Hey. En ja, schat. Geel voedsel. Kijk. Ananas, mango. Is mango geel of oranje? Oh. Dat is een goede vraag. Banaanba, ja. Ja, nu ga je me wel laten twijfelen. Kijk, ananas is wel inderdaad zeker geel. Dus ja, ik vind sowieso dat mango ook geel is. Ja, het is wel jouw geel. Deze, serieus, dit is precies mijn trui. Dat is precies jouw trui. Ik tel hem als geel. Ja, doe maar. Geel, paprika. Deze, ik twijfel. Hij is buiten de binnenkant is geel. Als ze gewoon de schil eraf halen, lekker fruitsalade maken. Kunnen we wel geen fruitsalade maken. Ja, ik geel. Ja, oké, die telt ook mee. Banaan, ook geel, maar die hebben we nog thuis, dus die hoef ik niet te halen. Hey, geel voedsel, een krokant schnitzel. Deze is vegan. Dus ik denk, voor Sarah kunnen we met echt vlees halen. Die zal ook wel geel zijn. Ja, daar heb ik zin in, die ga ik maken. Ja. Wil deze nemen? Ja. Ja, sappie! Die is oranje. Voor jou kan ik hem wel persen. Oranje telt vandaag op zich ook wel van jou. Maar dan gaan wij eens even kijken voor wat lekker geel sap hier. Wat is dit dan? Serieus, deze is... Kijk dan! Deze is wel helemaal geel als sinaasappelsap. We gaan persen. Maar misschien wordt hij geel, ja. Wordt hij geel of oranje? Wordt hij geel of oranje? Meestal wel geel. Ja, hij is super, super geel. Goed zo, Eli! Persen. Spet van de kant op, man. Melia zoetvis. A few moments later. Conclusie, hij is toch best wel oranje. Want als je dus naast die kant-en-klare sinaasappelsap haalt. Ja, zien, dit is gewoon vers. Hier wordt gewoon zoetvis. Ja, maar ja, wij gaan voor geel. Dus die mag Eli vandaag, die moet in zijn bandje. Wij drinken geel. Sorry, Eli. Ja, dat drinken wij niet. Jouw sappie. Het laatste broodje, Seran. Maisbrood. Is die geel? Jazeker, hij is geel van binnen. Puppenbrood. Yes, yes. Oh yes. Eli, wat wil je? Geel. Je hebt gelijk. Kom, gaan we vandaag voor een cakeje. We zijn nu even hier aan het kijken. Ik heb Oh, hier. Oh, die mag ik dan niet. Maar op zich heb je hier ook wel. Even kijken. Ja, je hebt wel eiersalade, zou wel kunnen. Maar dat vind ik niet zo heel lekker eigenlijk. Deze. Die is wel heel mooi geel eigenlijk. Ja, dus je hebt eiersalade of kip curry. Oké, wij hebben een beetje een discussiepuntje. Ik dacht dat deze best wel wit is. Is het nou? Het is meer geel dan wit. Ik denk wit. Ik zeg geel. Ga je thuis wel zien. Oké, en ik dacht misschien nog iets van zuivel of yoghurt. Alleen het lastige is, je ziet de binnenkant niet overal. Zie de sappel? Persik? Ja, die is op zich... Ja, vla is wel geel ook, hè. Die kan je wel halen. Maar je hebt ook mango. Ik denk dat ik voor mango ga. Die zal sowieso wel geel zijn. Of zou die oranje zijn? Nee, toch? Vanille. Ik ga mango. Ik hoop dat die geel is. Laten we het hopen. Het is in ieder geval met wel redelijk geel fruit. En nog wat lekkers uitkiezen. Nou, je hebt volgens mij wat keuze. Want je hebt kaas. Die beertjes. Wat heb ik meer? Cheese en onion. Ja, oh, lang geleden. Lekker. Hey, joppie. Ben je joppie? Waarom niet? Oh, hallo, wat is er met die zak gebeurd? Die schat? Kijk,
kijk, daar verhouding bij Eli. Twee zakken bij elkaar. Wat gebeurt hier, denkt hij? Ja, is ook geel. Nee, Sarah, zo kan je niet zijn, man. Ik bied mij oprecht excuses aan voor mijn man. Sorry. Ja. Sarah, ga weg. Oké, de drankafdeling of drinken. Even kijken. Sissi. Ila, wie whisky? Wiki. Wat heb je nog meer? Je hebt Fanta. Bij deze pakken, ik weet niet, wat is echt geel? Wij drinken eigenlijk nooit echt frisdrank. Dus ik heb eerlijk gezegd niet heel veel idee. We kunnen ook gewoon gaan voor limonade. Is op zich wel lekker. Deze ziet er wel goed uit. Ja? Oké, nou, dat mag ik er voorbij dan. Hallo? Hallo? Seraan? Seraan! Dan komt hij wel snel. Botsauto's, real life version. Pak hem dan, Eli. Oh my god. Snel naar de kassa toe. Kom, jongens. Oké, we zijn weer thuis. We hebben even de boodschappen uitgestald. Om even te laten zien wat we nou precies hebben. En het is best wel geel hier op tafel, moet ik zeggen. Ja, we hebben toch aardig wat bij elkaar verzameld. Ik ga zo eerst even een ontbijtje maken, maar vandaag moeten we ook nog even de deur uit. Dat moet even naar het centrum toe. Dus we gaan er ook nog één opdracht in gooien. We moeten ook proberen om een gele maaltijd te scoren buiten de deur. En de rest van de dag zien door te brengen met dit voedsel. Dus, Vandaag is geel, de kleur van jouw tanden. Nee, ik was eerder. Dit hebben we zo vaak. Ik weet het, dit is niet afgesproken. Oké, wat denk ik? Poepen. Helemaal niks! Oh, hier! Dat hebben we zo vaak. Hè. Nee, dat is echt best wel creepy af en toe. Maar zal ik het ontbijtje maken voor jou, lieverd? Dat is goed. Ik wil niet dat het ontbijtje verkloot. Ja, high five. Nee, je geeft geen high five. High five. Oh. Oké, ik ben dus bezig geweest met ontbijtvoorbereidingen. Eerst is al af. Ik heb voor Sam een omelet gemaakt. Plakje kaas erop en maïsbrood. En zoals je kan zien is het maïsbrood dus ook gewoon geel. Ik heb ook sap erbij. Ik heb trouwens even naast elkaar gezet voor het verschil. Ik vind het iets minder veel verschil in de winkel. Maar wij gaan vandaag niet voor de meest vers geperste sapje, maar voor... Deze voor Ila, hè? Ja. De kant-en-klare variant. En daarnaast heb ik ook een fruitsalade gemaakt. Alleen, ik moet zeggen, super stom, banaan is natuurlijk niet echt geel. Nou, en mijn omeletje met maïsbrood is ook klaar. Het ziet er mooi geel uit, dus proost allemaal. Proost. Op een mooi geel, gelig, zonnig dagje. Proost, lieverd. En ik? Nou, wij zijn aangekomen bij het centrum, want ik moet even voor Debra een nieuwe broek halen. Die is een beetje uit zijn broeken gegroeid de laatste tijd. En voor Eli een nieuwe tablethoes, want die is ook helemaal kapot. En zijn tablet blijft dus niet meer goed staan. Dus dat gaan we nu even snel doen. We hebben het even geshopt en net opeens in de winkel, paniek. Ik zeg, waar is mijn telefoon? En ik weet niet of mensen dat vaker hebben, maar ik heb mijn telefoon echt niet veel in mijn handen. Ik heb hem niet veel bij me. Nee, maar eerlijk, maar ik heb een beest in mijn jas uit. Dus ik dacht, misschien is hij eruit gevallen of zo ergens. Of hij ligt thuis of hij is in de auto. Hij lag in de auto. En hij lag in de auto. Ik moet zeggen, tegenwoordig krijg ik geen stress meer. Dit overkomt me echt heel vaak. Dan ligt hij bijna altijd in de auto. Ja, nee. We hebben trouwens wel iets geels nog gekocht. We hebben net, toen ik wat broeken voor de jongens had gekocht. Eli? Een kaasstengel. Een gele kaasstengeltje. Geel. Oh, jij wilt schout. Maar wil je een kaasstengel? Een kaasstengel? Nu niet? Ja, nou, Sarah gaat er net wel. Die eten wij misschien ook tussendoor. Maar ik vind wel, Sarah. Ja. Wij moeten wel nog even gaan voor een echte maaltijd. Oké, we hebben een tablethoes gehaald. En wij liepen net langs iets. En we dachten, wat ruikt het lekker? En dat wordt ook ons eten, Sarah. Want wat hebben we geroken? Oh, en het is natuurlijk geel. Die verse friet. Zo niet. Zo. Zo. En daar zitten we dan. Lekker op de warmte lamp. En kijk eens aan. Verse friet zelf met joppie saus. Gewoon goed in stijl, geel. Mij, maar ja. Nou, we hebben een geel drankje. Het is een vitaminewater. Sinaasappel calamansi. Geen idee wat dat is. En ik heb hem gewoon lekker zonder. Vind ik dat lekker stappen. Onze Debbie is weer thuis. Hallo. Ik wil jou net. Ik had hem net even uitgelegd. Want papa en mama zeiden dat ze een challenge aan het doen. Wij mogen alleen geel eten. Toen zei hij ook, hebben jullie eigeel gegeten? Want normaal eet ik nooit eigeel van een ei. Ja, ben je wild? Maar, kijk wat ik heb gehaald voor jullie. Geel voedsel. Een kaasstengeltje.
Die vind jij wel lekker. Je hebt terecht gekregen. Ja, ik ook. En daar wil wat drinken. En wat? Wat voor geels gaan we eten? Eigeel. Ik ga jou eten. Dat is eigeel, echt. Eigeel, nee, dat is lekker. Oh, ik heb hier zin in. Vanillefly. Ook nog voor mij van die mango-yoghurt. Mango-yoghurt? Jij hebt een lekkere. Hey, als deze niet geel is, mag je niet eten, joh, dame. Ja, en jij hebt ook een heel smeerkaas, jobbe heer. Ja, maar die ga ik nu niet eten, ga ik later eten. Het is niet geel. Nee, jawel. En we hebben nog iets, wacht. Zo, en we hebben hier een lekker cakey. Gaan we kijken. Fingers crossed, want ik heb echt geen trek in glazen. Dus moet ik echt gaan bedenken wat ik ga eten. Ja, zeker. Is het geel, mensen? Ja, het is zeker geel. Is het geel? Wacht, zal ik het even naast het wit houden? Hè? Hier. Ja. Oh, wacht. Ja, jonge dame. Oké, wacht. We gaan kijken. Ik denk dat die eigenlijk wel hetzelfde is. Ja, nu ik dit weer heb gezien. Nee! Hij is wit! Nee, geel. Het lijkt sowieso op camera allebei hartstikke wit. Nee, die voor jou is rot, daarom. Nee, die voor mij is gewoon echt lichtgeel. Kijk, is het, ik ook is het geel niet. Of niet? Dat is, nee, het is gewoon meer geel. Kom, wacht even, we gaan even de final test. Even kijken, die kleuren pakt hij niet goed. Het lijkt beter. Allebei wel. Die voor jou is gewoon wit. Nee, die voor jou is wel geler. Die voor mij is wel geler, ja. Die yes! Ja, maar... Dit lijkt een beetje puddinggeel. Dat heb ik lang niet gegeten. Ja, ruikt dan. Ik ga ook proeven. Ik doe mee. Je eet echt alsof je... Hij is lekker. Ja, joh. Hey, Esra. Kijken, ja. Kom. Hierbij is het nieuwe ASMR. Ah! Nee, Sarah. Waarom heb je me gelijk gehoorbeschadigd? Dat doe jij. Heel. Zo. Maar ik was bezig met... Nee, niemand wil jouw ASMR horen. Ze willen het niet. Ik help nu niet. Oké, ik neem mijn woorden weer terug, want ik hou echt niet van als er stukjes zitten door mijn yoghurt, dus... Dat is lekker, man. Nee! Ja, houd toch op, joh. Dus die moet ik eruit vissen, maar nee, ze zijn wel geel, zoals je kunt zien. Ik wil dit even stiekem, want anders gaat Eli het toch niet meer doen. Kom, borstelen. Hoor zijn lachje. Wat gebeurt er nou, Eli? Je lijkt net op de grudge. En straks zit je lekker op grudge. Ik laat even zelfs bordje zien, want die ziet er wel het meest spectaculair uit. It's very yellow. Kipkokant schnitzel met Joppie saus. En wat ook nog meer? Kaas. En je wou geroosterd maisbrood, hij wou kaas. Hij zegt opeens, S, je moet dit en dit doen. Je bent wat vergeten. Het is allemaal gemaakt voor hem, high school. Nou, die van mij ziet er wat minder spectaculair uit. Maar goed, ik moet wel zeggen, hij is niet meer heel geel. Maar we hebben hem wel gekocht met het idee van hij is geel. Hij is ietsjes natuurlijk krokant aangebakken. Maar goed, telt alsnog. En de kids doen ook gewoon mee. Ja, wat deze is ook wat meer bruin. Maar dat is gewoon dat hij gewoon aanbakt. En dan wordt hij ook meer bruin. Dus... Lekker gele maaltijd, schat? Ja. Zin in? Ja. Nou, eet smakelijk, lieverd. Bordje leeg. Maiskolfjes op, die waren super lekker trouwens. We gaan ze echt vaker halen. Hè? Ja, die is ook bijna op. Die is op. Eli half op, maar... Dit is trouwens... Hij heeft die krokante laagje eraf gehaald. Dat denk ik bij KFC ook heel vaak bij de bucket. Dus op zich is die ook wel aardig goed op. Het was lekker, hè? Dat was zeker lekker. Zoals ik zei, dit is echt een aanrader. Hey! Ik ga het echt vaker halen. Yellow food is very good. Nou, ik heb de keuken even grotendeels verschoten. Ik ga even de smoothie maken. En we hadden nog wat fruit over van vanmiddag. Van vanmorgen bedoel ik, want we kregen niet alles op. Dus dat heb ik eventjes hierin gedaan. Ik ga hier even de smoothie mee maken. En ik ben echt benieuwd. Kijk, dit is trouwens wat ik over had. Ananas en kiwi stukjes. Dus die gaan er ook allemaal lekker in. Nou, ik heb ook gelijk een hulpje. Ila is er. Die zit er alweer in, schat. Ik heb nu eigenlijk alles erin gedaan, behalve de mango. Ik ga eerst even kijken hoe die op deze manier smaakt. Want ik heb deze combi nog nooit geprobeerd. Ja, zit erbij, schat. Zet hem maar even aan. Ja? Laten we eens even kijken hoe dit gaat worden. Oh, en ik heb het yoghurt er ook nog niet bij gedaan. Nou, hij is klaar. Ik heb het even tussendoor geproefd. Ik vind hem echt gruwelijk. Ja? Mooie gele smoothie. En? Nou, doordrinken betekent lekker. Eli, lekker? Heb je al een stokje genomen of niet? Nee. Ja, hij is lekker. Lekker, hè? Eli? Daar heb je ook een slokje?
En? Wat is dat weet nou ik niet. Wat is dat nou weer voor een reactie? Dat is lekker, man. Lekker? Ja? Het proeft wel naar smoothie. Ja joh, het is ook een smoothie. Nee, het proeft naar cola. Oké, het is alweer wat later. De kinderen hebben lekker op bed gelegd, die liggen te slapen. Ik ga even limonade inschenken. Zet jij wat lekkere dingen op tafel en dan laten we jullie zo zien wat onze avondsnacks... Kom dan even mee. Nee. Oh, lekkere dingen op tafel. Oké, Fortnite staat aan. Laptop voor Erica staat klaar. Snacks? Oh, aanwezig. Check dat heb ik gevonden. Ik doe wel ondersteboven, dus ik denk dat de W is. Check deze saus. Eerlijk, wie eet nog meer chips met dit? Weet je met wat die echt super lekker is? Met ja, naturel chips. Maar goed, we hebben dus die cheese en onion die we vandaag hebben gehaald. Sarah heeft nog crackertjes, want die zijn eigenlijk ook wel, ja, wel geel. We hebben dan dus de gele smeerkaas, de kip curry voor Sarah. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit echt vol. Ik ga eventjes deze limonade proeven. We gaan proosten op een heerlijke food challenge. Zoals onze leven. Zo, deze is lekker. Wat ik eigenlijk ook grappig vind, dat de kinderen toch eigenlijk wel alles hebben meegedaan. Daryl had natuurlijk wel zijn schoolpakketje vandaag mee naar school, maar dat is omdat we nog geen boodschap hadden gedaan. En Ila had vanmorgen tosti op, maar verder hebben zij ook gewoon alles. Ik moet zeggen, deze challenge is goed gelukt. Geel is goed te doen. Geel is heel goed. Maar de volgende vraag is, welke kleur is next? En gaan we dat wel doen? Ik zeg ja. Jullie mogen beslissen, vinden jullie het leuk? Zo ja. Ja, laat het weten welke kleur. Ja. Ja. In ieder geval, wij gaan eventjes lekker aan ons avondje beginnen. Dus wij gaan de video afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Thumbs up. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent. En dan zien wij jullie in de volgende video. Doei! Woe!